Welkom bij de grote politieke eindejaarshow 2019 van het Haagse College. Wij hebben vorig jaar namelijk iemand uitgekomen. Kijk, wij als politiek commentatoren, verslaggevers, vinden natuurlijk van alles van politici. En we vragen dan ook aan politici, vind eens een keer wat van ons. Vertel eens even wat je van ons vindt. Ga een beetje leuk door dat jaar heen. En dit jaar hebben we weer iemand gevonden. Die? Ja, daarom staat die vleugel daar. Wie denken jullie? Wie speelt de vleugel? Welke? Ja, ja. Ja. Vorig jaar dacht je de Kuzu komt niet, maar die kwam wel, hè? Ja. Voorzitter van de Eerste Kamer. Ja, ja, want er is namelijk een nieuwe voorzitter van de Eerste Kamer. Mogen we een hartelijk applaus voor Jan-Anthony Bruin. Waar is hij? Ja, hij is er echt. Hij is er echt. Goedenavond, voorzitter. Ja, gezellig om hier te zijn. Vorige keer vroeg je aan mij, wat is nou je politieke hoogtepunt? Durven ze nu niet meer te vragen, het is de derde keer dat we hier staan. Ja, druk. En ik zeg, ja, in die vraag zit toch eigenlijk een aanname besloten. U voelt het wel aankomen, mevrouw. Want de aanname is namelijk dat ik maar één hoogtepunt per jaar zou hebben in die vraag. En dat, die aanname, kan ik je zeggen, nu we toch onder rond zijn, is onjuist. Ik heb er namelijk iedere week één. En om precies te zijn, op dinsdagochtend. Op dinsdagochtend dan fiets ik namelijk naar Binnenhof. Oh, gelukkig dat de jasjes weer aan zijn. Ja. Op dinsdagochtend dan fiets ik namelijk naar Binnenhof. En dan kom ik daar aan. En dan is het prachtig op dat Binnenhof, nog een beetje donker. En dan zet ik mijn fietsje daar zo voor de Eerste Kamer. Dan ga ik naar binnen, een kopje koffie. En dan ga ik daar lekker zitten. En wat is nou het heerlijkste van dat moment, dames en heren? Dat is dat er nog geen journalisten zijn. Dat is een heerlijk rustig moment. Maar mijn hoogtepunt moet eigenlijk nog komen. Dat wordt namelijk als deze heren lid worden van de VVD. Jullie kunnen daar lid van worden. Het is namelijk een... Jullie passen daar naadloos in. Het is namelijk een echte middenklassepartij. Dus ik zie ze wel komen. Ik hoor nog wat gebrabbel, maar... U bent toch gewoon partijdig? Geef mij even de floor, jongens. Dames en heren, wie van u is zelfs het Binnenhof geweest? Kijk even een beetje licht op de zaal. Ja, toch wel een behoorlijk aantal mensen. Nou, dan zal u wel opgevallen zijn. Wat is nou het allermooiste van dat werk? Het is natuurlijk prachtig werk. Hè? We werken daar met 75 senatoren. Ik kom er nu trouwens net vandaan. En we zitten daar iedere dinsdag wetsvoorstellen te bekijken en op kwaliteit te beoordelen. Maar het allermooiste van dat werk in de Eerste Kamer is het uitzicht. Wij kijken namelijk uit op de Hofvijver. Dus het is dit uitzicht. Mijn kamertje zit daar ongeveer ergens in het midden. En ja, dat is gewoon een prachtig uitzicht van een hele andere orde dan het uitzicht aan de overkant van het parlement. Wat sommige mensen, niet ik, maar sommige mensen noemen dat de economy class van het parlement. Ja. En daar kijken ze namelijk uit op de McDonald's, op buitenhof. En dat is natuurlijk van een hele andere orde. Nou vinden linkse partijen, zoals die van meneer Jetten, vinden dat heel prettig. Want op de gevel van de McDonald's staat namelijk, de beste burger is een gegrilde burger. En dan voelen ze zich dan... Ja, de hele dag worden ze daar blij van. Nou zijn die rechtse partijen dus niet heel veel beter, want die zijn natuurlijk allemaal van de Burger King. En daar heb je in feite ook weinig aan. En de Partij van de Dieren vindt dat überhaupt allemaal niks. Maar we gaan hier eens even een beetje gezellig maken. Jij weet vast wel waar de garderobe is, Joop. We gaan het hier eens een beetje gezellig maken met elkaar. Het is een beetje tamme boel. Ja, u weet, hè, als je dan zo die wetsvoorstellen zit te bekijken in de Eerste Kamer, dan zit je eigenlijk naar teksten te kijken. Wij lezen dus teksten en wij moeten die teksten ook interpreteren. En interpreteren van teksten, en dat weet u misschien ook wel uit eigen ervaring, is gewoon heel moeilijk. Recent hebben ze in een land niet ver ten zuiden van ons, ik kan tegenwoordig niet meer zeggen over welk land het dan gaat, hebben ze de tekst op de pakken melk, hè, vanwege interpretatieproblemen, de pakken melk kent u, hè, hebben ze moeten veranderen van hier openen naar thuis openen. Dat geeft u toch. Ja. En als het nou een grapje was, was het toch maar niet zo erg natuurlijk. Maar goed. Ik ben trouwens enorm vereerd om hier vandaan te zijn. Toen Joost mij belde, toen zei ik tegen Joost, joh, ik ken zoveel mensen die dat beter kunnen. Hij zegt, ja, die hebben we ook allemaal gebeld, maar die kunnen het niet. Nou ja, oké dan, goed. En het was inderdaad een heel mooi politiek jaar. Hè? Ook een beetje voorspelbaar, de Partij van de Arbeid staat weer bovenaan in de peilingen. Een jaar voor de verkiezingen. Heel consequent. En ik vroeg laatst aan Klaas Dijkhoff,
die ik natuurlijk wel eens tegenkom ook op dat Binnenhof. Ik zeg, joh Klaas, hoe gaat het nou met de VVD? Nou, hij keek een beetje bezorgd. Hij zei tegen me, nou ja, Antonie, weet je, een jaar geleden stonden we aan de rand van de afgrond. En sindsdien hebben we een belangrijke stap voorwaarts. Er is dus nog een hoop werk te doen. Maar goed, het is trouwens een hele belangrijke functie. Nou, we hebben de tijd, mensen. Ik heb nog enorm van het voorprogramma genoten, u ook. Dank u wel. Dank u. Hartstikke leuk. Toch leuk dat ze nog wel even erbij blijven. Het is natuurlijk een uitverkochte zaal, dus ja, je kunt niet in de zaal zitten. Maar goed, dat voorzitterschap van de Eerste Kamer is belangrijk. Ik doe dat dus nu. En waarom is het nou zo belangrijk? Omdat als voorzitter van de Eerste Kamer heb je een complexe taak. Je moet namelijk, ik neem u even mee naar die zaal, u kent die zaal. En dan 's ochtends ga ik er zitten, vanmorgen nog om 9:00. En dan moet je als voorzitter heel goed opletten. Je moet namelijk 's ochtends de vergadering openen en je ogen sluiten. En 's avonds moet je het omgekeerde doen. En als je daar een fout in maakt in die volgorde, ontstaan er allerlei problemen. Dat moet je niet doen. Dat moet je gewoon niet. Er wordt trouwens ook door die senatoren van mij ongelooflijk hard gewerkt. En dan bedoel ik het echt hard. Er zitten hier zelfs enkele in de zaal. En ik weet, die mensen zijn allemaal heel moe na deze dag. Ik dus niet, want ik heb de hele dag zitten slapen. Dat heb ik net verteld. En ze werken ontzettend hard. Je kan het een beetje vergelijken met ambtenaren. De helft van de tijd ben ik ambtenaar. En de helft van de tijd ben ik dus Eerste Kamervoorzitter. En ik stond laatst met een secretaris-generaal. Dat is dus een baas van een heel groot ministerie. Waar duizenden mensen aangesteld zijn. En ik stond... Je voelt hem al een beetje aankomen. Goed publiek vanavond. En ik stond met de secretaris-generaal naar dat prachtige gebouw te kijken. Ik geloof dat het OCW was, maar hou het goed. Ik zeg, joh, hoeveel mensen werken hier nou? Hij zegt, ongeveer de helft. Dus ja, bij ons in de Kamer werken ze allemaal hard. En dat is dus toch wel een heel ander verhaal. En ik ben dus ook helemaal niet tegen dat eenkamerstelsel. Maar de vraag is dan wat je dan gaat doen met die mooie zaal van de economy class. U weet inmiddels waar ik het over heb. Bij ons zijn ook de omgangsvormen heel belangrijk. Als de leden bij ons het niet met elkaar eens zijn, vandaag gebeurde dat nog op een gegeven moment, dan hoor je bij ons nooit van, ik ben het met jou niet eens. Nee, dan hoor je altijd van, ik kan best aan jouw kant komen staan, maar dan hebben we allebei ongelijk. Ja. Nee, maar zo gaat het echt. En ze zijn ook ontzettend, er zitten hier een paar in de zaal die kunnen beamen, ze zijn ontzettend gemotiveerd. Hè? Ze werken echt helemaal vanuit het adagium, ieder mens heeft recht op mijn mening. Dat is echt zoals wij daar in de Eerste Kamer werken. En dat is ook heel fijn om zo te werken, want ja, dan heb je natuurlijk zelf in ieder geval altijd plezier. Ze zijn dus ook vriendelijk. Hè? Ze kunnen ook wel heel hard zijn. De politici, hè? Zo bijvoorbeeld zo'n Jette die hier dan een grote mond heeft. Ik weet nog niet wat ze hebben staan doen hier. Want kijk, u zag het nou weer. En dat was weer een voorbeeld van wat journalisten doen. En wat ze in de economy class doen. Want wat hebben ze hier nou precies staan doen? Ze hebben hier met z'n vier een half uur gestaan. Ze stonden een beetje te pielen. Er is helemaal niets uitgekomen. Dat is heel kenmerkend eigenlijk. Ja, en als het nou een grapje was, was het dus niet zo erg. Maar bij ons, hè, in de Eerste Kamer, bij ons laten ze soms ook echt hun tanden zien. We hebben bijvoorbeeld laatst de algemene politieke beschouwing. En dan praten wij dus met de minister-president, Mark Rutte. En die komt dan een hele dag naar de Eerste Kamer, maar hij durft niet alleen te komen. Hij neemt het hele kabinet mee, inclusief de staatssecretarissen, voor het geval dat er een vraag gesteld zou worden die hij niet kan beantwoorden. Want in de Eerste Kamer kan het er wel eens hard aan toe gaan. Niet zo hard als laatst, ja, want dat was er ook over die omgangsvormen heel vervelend. Er kwam iemand bij zo'n ambtenaar natuurlijk bij zo'n loket. En die zei, ja, ik kom iemand aangeven die is overleden. Nou, zei, naam De Vries. Geslacht? Nee, verkeersongeluk. Dat is niet empathisch. Zo doen wij dat in de Eerste Kamer niet. Maar goed, ik zeg altijd tegen de Eerste Kamerleden, doe nooit mee aan een leugendetector als je in de politiek zit. Want als je liegt en faalt ben je natuurlijk out of business. Maar als je slaagt ben je ongeschikt voor de politiek. Dus je moet het gewoon niet doen. Je moet wel
natuurlijk in die politiek heel consequent zijn. Dat is Jette natuurlijk ook niet, maar goed. Want je moet in iets... Ik geloof bijvoorbeeld niet in reïncarnatie. In een vorig leven geloofde ik daar ook al niet in. Dus ik ben daar heel consequent in. Maar dames en heren, een van de leukste dingen die ik ooit gedaan heb... Ik ga straks die piano... Dat is het schrijven van verkiezingsprogramma's. Dat heb ik namelijk 3 keer mogen doen. Voor de VVD, landelijk programma. Je gaat dan naar het Centraal Planbureau, et cetera, et cetera. En die verkiezingsprogramma's, u heeft ze ongetwijfeld altijd allemaal gelezen. We hebben trouwens heel toevallig, die 3 keer dat ik dat programma schreef in 2009, ook de verkiezingen gewonnen. Ja, dank u. Ja. Er is 1 iemand die klapt, dames en heren. Die verkiezingen win je namelijk met de programma's. Niet met de lijsttrekker, maar met de programma's. Maar dat wist je natuurlijk al lang. Maar die verkiezingsprogramma's, daar is iets heel interessant mee. Even een klein leermoment. Die zijn namelijk sinds 2009 in Nederland allemaal dik. Mijn voorganger Ben Verwaaij schreef een verkiezingsprogramma op 4 kantjes. Sinds 2009 is het allemaal dik. Wie weet waarom de verkiezingsprogramma's sinds 2009 in Nederland allemaal dik zijn. Waarom je er veel in moet schrijven. Dat is niet vanwege de doorrekening. Want interessant genoeg is de doorrekening gebaseerd op een soort tabel die sowieso los staat van de tekst. Maar het is wel een hele logische gedachte. En ook een hele slimme gedachte. Maar het is niet het antwoord. Het antwoord is kieswijzers en stemwijzers. Dus miljoenen mensen gaan naar kieswijze stemwijze, krijgen daar vragen voor gelegd. En die krijgen dan op grond van wat er in je programma staat een stemadvies. Dus heb jij in je programma ergens niks over staan, dan kan niemand daar op het advies krijgen om jou te stemmen. Nou, dus u heeft er misschien wat gedaan, vul je overal in. Is Jette er nog een vis? Ja, die is er nog. Vul je overal in, ik weet het niet, krijg je advies D66. Ja. Vul je overal in, ik weet het beter, advies Partij van de Arbeid. Vul je helemaal niets in, advies VVD, want daar hebben ze nergens meer een actieve herinnering aan. Dat is ongelooflijk tragisch. Maar goed, we zouden nog iets leuks met deze piano doen. En dat gaan we dan nu doen. U mag straks meezingen bij het refrein. De tekst van het refrein is O Rutte 3, dat is te onthouden. Gaat dus over het kabinet, hè. Met je PFAS en je stikstof, je volle malievelden en richtlijnen voor nitraat, actieprogramma's, toekomstplannen, polderakkoorden, alles is spoedwet en moet snel naar de Senaat. Dat hebben we vandaag nog gezien. Zo tegen de kerst bellen al die ministers mee op, zeggen joh, het is allemaal spoedwet, moet snel door de Senaat. Nou, dat gaan we straks doen. Ik doe eerst het couplet, dan moet ik dus nog niet meezingen. En pas bij het refrein krijg je dus die tekst. O Rutte 3, met je PFAS en je stikstof. Je volle malievelden en richtlijnen voor nitraat. Actieprogramma's, toekomstplannen, polderakkoorden. Alles is spoedwet en moet snel door Senaat. En ik heb ook een enorme hang naar het schrijven van die verkiezingsprogramma's. Ik mag het nu niet meer doen, als kamer zitten, maar ik denk er stiekem nog wel eens aan terug. Ik zou best nog wel een keertje, net als vroeger, een programma willen schrijven. Lekker losgaan op de inhoud en dan helemaal je eigen vrije hand. Naar het planbureau en daar een aantal maanden stevig aan het rekenen blijven. Zodat de plannen doorgerekend zijn en het beste voor de BV Nederland. En dan komt u, dames en heren. O Rutte 3, met je PFAS, met je PFAS en je stikstof. Je volle malievelden en richtlijnen voor nitraat. Je volle malievelden en richtlijnen voor nitraat. Actieprogramma's, toekomstplannen, polderakkoorden. Actieprogramma's, toekomstplannen, polderakkoorden. Alles is goed, we kunnen snel door de Senaat. Alles is goed, we kunnen snel door de Senaat. Heel goed. Nu even stil zijn, dat hoort er niet. Ik zou best nog wel een keertje, maar ach, wat zit ik toch te dromen. U hoort het, je kan ook gewoon kletsen, dwars door die muziek. Je hoeft alleen maar precies op tijd met dat kletsen dan weer te stoppen. Dat noemen we parlando. Klinkt zo lekker ziek. Thank you.
Oh, Rutte Rie, met je PFAS en je stikstof. Je volle Malievelden en richtlijnen voor nitraat. Straks komt er een makkelijker, hè? Actieprogramma's, toekomstplannen, polderakkoorden. Alles is spoedwet en moet snel door de Senaat. Alles is spoedwet en moet snel door de Senaat. Lieve mensen, het was me het jaartje wel. En voor mij was er toch wel één heel bijzonder moment, toen ik dus Kamervoorzitter werd. Dat was eigenlijk mijn hernieuwde kennismaking met het fenomeen de journalist. En ik kan u vertellen, dat is heel bijzonder. Ik heb u al verteld waarom het zo heerlijk is om op dinsdagochtend alleen op het Binnenhof te zijn. Maar nu we toch onder ons zijn, gaan we net als in de politiek even zacht op de inhoud, hard op de persoon. En we staan er gelukkig drie, dus we hebben een voorraadje. Het zijn natuurlijk leuke jongens en journalisten, maar nee, de spot staat er al op, een beetje extra licht. Als u ze nou zo ziet staan, even serieus, u kijkt naar deze drie heren. Kijk, niet naar mij, kijk naar hen. Niet naar de piano, niet naar die, nou, kijkt u gewoon naar hun. Welk woord schiet er nou onmiddellijk in uw gedachten? Diversiteit. Toch? Die pakken, drie halen, één betalen. Die stropdas al helemaal in de kerstsfeer. Hartstikke leuk. En ook trouwens, een ander woord schiet me eigenlijk ook in. Vrouwenquotum, dames en heren. Maar daar hebben ze nog nooit van gehoord daar. Dus het zijn leuke jongens. Ik vond het voorprogramma dus ook aardig, heb ik gezegd. Als je zo ziet staan, krijg je meteen begrip voor dat oud-Chinese spreekwoord. God schiep de man, toen kreeg hij een beter idee. Overigens, nog steeds een raadsel waarom Adam en Eva altijd met navels worden afgebeeld. Maar goed, het even nog terzijde. Ze geven ook echt het goede voorbeeld. Hè. Ze zijn eigenlijk zijn echt participerend aan het waarnemen in de samenleving. Zo zien ze er ook uit. En eigenlijk ziet het helemaal niet uit. Joost Vullings, die heeft de kam nog niet uitgevonden. En die kerel die daarnaast staat, die Vincent, die heeft een kapot scheerapparaat. Dat kunt u zien. Hij mag de mijne wel lenen. En die derde, die Xander Wulp, wat moet je ervan? Een beetje een fletse figuur. Laten we dit zeggen, zijn vader Gerard was een serieuze, goede en gewaardeerde journalist. Toch iets aardig. En je ziet ze nu denken, we hebben de verkeerde uitgenodigd, maar het is te laat. Zet een leuk ding licht, die hebben ze voor me klaar. Hebben jullie hem op je eigen maat gekocht? Nee, hij past mij niet. Nee, jammer. Goed, u moet niet zo lachen, want het is eigenlijk heel tragisch. Bent u bijvoorbeeld wel eens naar het internet gegaan en heeft u gegoogeld op deze drie heren? Dan moet u nou voor de gein, als u vanavond thuis, dan moet u dat doen. Kijk, we zijn het eens, het zijn gewoon journalisten en daar is niks mis mee. Dat nemen we serieus, daar zijn ook opleidingen voor, dat is allemaal prima. Maar op internet, dan verdoezelen ze dat een beetje. Dan zie je ze eigenlijk niet daarmee komen. Dan zijn ze plotseling presentator of communicator en die Xander Wulp, die is zelfs, serieus, ik verzin het, die heeft er zelf in het gezet, duider. Dames en heren, als u het begrijpt, mag u het mij vertellen. Maar voor mij heeft het een hoog Jomanda gehalte. Het is een soort handopleggen voor gevorderden. Het is eigenlijk gewoon voorspellen achteraf. Het is gewoon. De vraag is dus eigenlijk, waar dit allemaal toe leidt.
De hoofdvraag van vanavond, waar we nu dus, we komen nu bij de kern van de zaak, met z'n allen aanwezig als we hier zijn. Die vraag is namelijk, ja, u moet nog even volhouden, sorry, maar we zijn er echt bijna. De vraag is nou, de serieuze vraag is, wat doen ze nou eigenlijk wel? Want het verschil tussen journalisten en politici is dat zij praten over wat wij doen, maar wat doen ze nou wel? Dan hebben we dat koken, daar kwam ook al niks uit. En wij kennen deze heren als de zogenaamde BH's van de Eerste Kamer, de bankhangers van de Senaat, van de business class. Ze hangen namelijk bij ons de hele dag in de bank. En als je dan zo als Kamerlid langsloopt, dan probeer je ze natuurlijk te vermijden. En hoor je plotseling een van deze die zegt, hey, hoi, leuk joh, hey, gezellig, ja, rij je nog een beetje 130? Hoe is het met je wachtgeld? Dat soort kreten hoor je dan. En als je dan probeert daar niet op in te gaan, dan komt er eentje achter en die zegt, even off the record, nou dames en heren, als een journalist ooit tegen u zegt, nee, even serieus weer, echt, als een journalist ooit tegen u zegt, even off the record, loop zo snel mogelijk weg. Want ze proberen jou te laten geloven dat ze er niks mee gaan doen, met de bedoeling dat jij helemaal leeg loopt. En vervolgens ontstaan natuurlijk allerlei lekkages en niemand weet precies waar die dan vandaan komen. Dus geloof dat niet. En ook niet als ze zeggen even op achtergrondbasis. Ook zo'n eufemisme. We zijn hier ook op achtergrondbasis, maar niet is hier geheim. Dus trap daar niet in. Ze zijn toch, ze zijn moeilijk te vertrouwen. Laten we gewoon eerlijk zijn. Het is een beetje een relatief begrip, hè? Dat off the record. Net zoiets als veel. Eén haar in je soep is veel. Eén haar op je hoofd is weinig. Het is heel relatief. Maar goed. Ik vind het nog steeds ongelooflijk leuk in die Senaat. En ik vind het ook zo leuk dat ik na 6 jaar nog steeds de gemiddelde leeftijd daar omlaag trek. U moet echt komen kijken bij ons in de Senaat. Maar het fijnste is, ja, ik ben nu wat minder jong inmiddels. Ik doe het gewoon echt van plezier. Ik ben hier vanavond, ben ik hier ook, voor mijn plezier. Ik doe het ook onbetaald. Ik dacht voor een goed doel of iets. Maar toen ik hier binnenkwam, toen merkte ik bij die kassa, u heeft ervoor betaald. Dus daar zit ergens een kloof. Een grote kloof. Dat is 600 maal 20. Nou, misschien dat Joost het verdienmodel straks nog even kan toelichten. En dan horen we vanzelf hoe dat gaat. We gaan nu het volgende refrein, en steeds het laatste liedje, dan had ik weer met rust. Zijn de heren ook weer van die stress verlost, want ze worden al een beetje gespannen, dat kunt u zien. En dat liedje, dat refrein, dat gaat als volgt. Ik neem even de tekst met u door van het refrein. De tekst is namelijk als volgt. In Den Haag, dat is natuurlijk heel toepasselijk, dus dat is ook te onthouden. Zelfs voor Joost. In Den Haag, in Den Haag, in Den Haag, in Den Haag. Dus 4 keer in Den Haag. Ik kom er toch zo graag in Den Haag. Als u dat kunt onthouden, dan gaan we heerlijk. En als u het niet kunt onthouden, ook niet. Dan kunt u naar de anderen luisteren. Maar. Het is een jaar of 6 geleden. Ik werd senator, dat wilde ik graag. Iedere dinsdag zwoegen in Den Haag. Wetsvoorstellen lezen, debatteren, soms tot in de nacht. Wie had dat van een dokter? Dat ben ik namelijk, dat zijn ze ook vergeten in de. Wie had dat van een dokter ooit verwacht? Daar gaat hij, dames en heren. In Den Haag, in Den Haag, in Den Haag, in Den Haag. Ik kom er toch zo graag. In Den Haag, in Den Haag. Het jaar 2019 was politiek weer niet gewoon. Zacht op de inhoud, hard op de persoon. Stikstofuitstoot minder, 130 was ook veel te snel. Waar dat allemaal heen moet, we zien het wel. In Den Haag, in Den Haag, in Den Haag, in Den Haag. Kom er toch zo graag in Den Haag, in Den Haag, in Den Haag, in Den Haag.
dat het u allen weer fantastisch gaat. Kom een keertje langs bij ons in de Senaat. En bent u ooit bezorgd over land, de natie of de staat? Reken dan op ons in de Senaat. In de raad, in de raad. Jan Anthony Bruin, de voorzitter van de Eerste Kamer.